Dag Evi Kuipers, een minuut of 10 na de wedstrijd. Een regenwedstrijd zeggen we dan, maar jij zei net vooraf, je vond het wel een mooie wedstrijd. Ja, ik zeg, nou vorige week, we hebben toch wel iets van vorige week ook een beetje gezapen allemaal. Dus ik vond dat we nou wel begonnen goed volgens mij, sterk eerste helft. Ja, dan komt denk ik ook heel snel op 1-0. Ja, en dan weet de tweede helft, ik vind ze weer toch wel kwaliteit hebben. Zeven, volgens mij die zeven spitsken voor wisselen. Ik ga eigenlijk mijn vierde, ga ik er terug. Ik vond eigenlijk 1-1. Wist je dat die zeven aardig kon voetballen? Ja, ik had net van de vuren nogal, maar ik wist niet dat je zoveel uit alle kwaliteiten gewoon. Rechtsback was ook wel goed, hè? Heel stevig, maar ja, wat belangrijk voor zo'n team. Nee, moet ik zeggen, ze willen wel winnen. Dat is ook wel, ze gaan wel een beetje heel, ja, over de streef. Ik word ook wel zo'n type wel. Hè. Ik vind ook bij ons weer ook veel geroepen. Laten we zeggen, ze zoeken de kaders op, hè? Ja, de randen van de kaders. Bij ons zijn er ook, ja, ik vond bij ons wel het was rustiger, denk ik. Die. Maar oké, dus hoe speelden ze? De rand ben ik wel vergeten ook wel. Ik denk achteraf dat wel gelijk, jullie komen wel iets meer kansen krijgen. Maar ik moet zeggen, Ben krijgt 2-0, op kansen 2-0. Je had er 2-0 op zijn voet, hè? En dan is het klaar, denk ik. En dan houdt Martin rond alles uit. En Martin maakt dan een fout. Want hij zit bijna te janken, Martin, volgens mij. Maar, ja, hij wil ook niet voor de microfoon komen. Ik kan me er eens voor voorstellen. Zuur, maar dan is het ook wel 1-1 verdiend achteraf. Maar als je 2-0 wordt, wil ik nog wel zien. Ja, ik vind vandaag tegen de koploper. Dus één puntje, maar ja, achteraf wel wat punten kunnen pakken. Hè. Achteraf moet ik klaar, denk ik zelf. 1-1. Ik vind het wel een goed idee. Er zitten best wat individuele kwaliteiten in bij hun. Maar ja, goed. De winst had erin gezeten. Maar altijd nodig als hij in de 93e minuut gebeurt. Dat is het lulligste eigenlijk ook, denk ik zelf. Maar oké, Martin pakt van de voren onderkant lat. Die haalt die onmogelijke bal eruit. Ja, ik zie het wel. Ik moet wel scherp blijven in deze klas. Ik zie het wel. Want, ik zei, Ben moet 2-0 scoren gewoon. En dan is het eigenlijk klaar. En dan zakt het in, weet ik zeker. Maar ja, okay, nou. Ja. Maar ja, deze competitie, dit is de vijfde wedstrijd, dacht ik. Ja. Ben je tot zover tevreden met je team? Ja, je hebt nog altijd flinke schorsingen. Ja, en dan vandaag toch op deze manier presteren. We hebben toch best wel een aardige groep gekregen, veel mensen. Van de vorige witte kun je niet inschatten, Peter. Hè. De derde klas is een rare klas. Maar ik heb al gezegd, sinds vorige jaar ook, voor ons is het een mooie klas, derde klas. Als we wel aan de bovenkant blijven. Maar kun je zeggen, hè. Ik zeg, Boekel zit onderaan. Dat is een vorige jaar periode, of antipakperiode, staat een beetje onderin. Dus het blijft een rare competitie. Ik zeg altijd, jongens, je hebt geen Constantia, je hebt geen Megi meer. Je hebt geen mindere ploegen bij. Dus het is dat elke week zullen scherp moeten zijn, Peter. Dus ik ben wel 8 punten. En dan we kijken wel wat schip eindig. Je hebt voldoende stof om na te denken van de week hoe je het een en ander op gaat lossen. Dat klopt. Dat blijft dan lastig, hè. Je bent er elke week mee bezig. Tenminste, ik ben er elke dag mee bezig. Mooi clubje hier. Ja, voor mij is het wel. Ik kom uit Os en ik hou er wel van een beetje zo, een beetje. Hè? Ik kan het combineren goed. Ik zou zeggen bedankt voor dit interview. We gaan elkaar.